Het is een klein ziekenhuis met kamers en op elke kamer komen 4 bedden te staan voor patiënten. Een kleine zorginstelling die we nu eigenlijk in 14 dagen helemaal operationeel maken. Ja, het Songfestival gaat niet door, maar dat betekent niet dat Ahoy nu leeg staat. Meerdere hallen worden ingericht als tijdelijke zorglocaties. En momenteel zijn ze hier achter mij al begonnen met het opbouwen. Ja, dit is dus de plek waar ze aan het opbouwen zijn nu. Hier staat ongeveer de hele pers van Nederland. En ook wij moeten dus 1,5 meter van elkaar afstaan. Hoe is het idee ontstaan om patiënten onder te brengen in Ahoy? Afgelopen week zaten we met elkaar te kijken van op welke plaatsen kunnen we mensen onderbrengen die zorg nodig hebben en de ziekenhuizen vrij krijgen. En toen kwam het idee van Ahoy. We hebben contact opgenomen met Ahoy. Afgelopen vrijdag hebben we er een klap op gegeven. En vanochtend om 8 uur reed de eerste vrachtwagen de hal binnen. Hoe gaat het precies in zijn werk? Want hoe worden bijvoorbeeld coronapatiënten en niet-coronapatiënten gescheiden gehouden? Ja, we maken een aantal hallen. En in elke hal komen units te staan waarin mensen worden ondergebracht. En we maken hallen voor coronapatiënten, maar we maken ook hallen voor niet-coronapatiënten. Die zijn strikt gescheiden. Dat doen we net zoals je dat in een ziekenhuis doet. Dus ze komen niet met elkaar in aanraking, met een sluis ertussen. Dus echt volledig veilig. Ik zag ook dat er van die kamertjes worden gemaakt. Wat is dat precies? Ja, je moet het een beetje zien als een soort verzorgingshuis, als een klein ziekenhuis met kamers. En op elke kamer komen 4 bedden te staan voor patiënten met douchegelegenheid, met sanitaire voorzieningen. Er komt ook ruimte voor een dagverblijf, er komt ruimte voor de verpleging, er komt ruimte voor de artsen. Het is een kleine zorginstelling die we nu eigenlijk in 14 dagen helemaal operationeel maken. Tot wanneer mogen de bedden hier staan? Ze staan zolang dat het nodig is. En we hebben met Ahoy in ieder geval gesproken over april, mei, juni, als maanden waarin dat ze kunnen staan. Maar als het nodig is, kunnen ze langer blijven staan. En is het niet meer nodig, dan kunnen ze weer naar de normale ziekenhuizen en verpleeghuizen. Is dit de enige locatie waar mensen ondergebracht kunnen worden? Ahoy is de grootste locatie waar mensen uit de regio ondergebracht kunnen worden. Maar we hebben ook een contract gesloten met Van der Valk. Dat gaat woensdag al open in Ridderkerk. We hebben nog een contract met een ander hotel waar we mee bezig zijn. Ook zorginstellingen die bereiden zich voor. Dus we kunnen op deze plekken maximaal patiënten uit de hele regio onderbrengen. Zodat we de ziekenhuizen ontlasten en de coronapatiënten op een goede manier zorg krijgen. En hoeveel zouden jullie hier kunnen opvangen? In Ahoy kunnen we er uiteindelijk 688 mensen kunnen we plaatsen in de units in Ahoy. Ze zijn hier dus super streng. We mogen letterlijk 3 minuten hier staan. Hier zie je dus die huisjes waar hij het over had. Hier gaan dus 4 mensen per kamer in. Ja, moet je dus nagaan dat hier straks het helemaal vol ligt met mensen. Dat is bizar. Vond je dit nou een interessante video? Doe even een duimpje omhoog en abonneer je op het YouTube-kanaal van De Telegraaf. En dan zie ik je de volgende keer weer. Hoi!